Als je iets zou willen gaan doen, je hebt een doel. Een bedrijf starten, zelfstandig ondernemer worden, je bedrijf laten groeien, op vakantie gaan, een auto kopen, je vrouw ten huwelijk vragen, een fles wijn, de aanbieding in de Albert Heijn gaan ophalen. Wat dan ook, het begint allemaal met het beginnen. Van de bank afkomen. En wat ik weer merkte, ook tijdens mijn gesprek met mijn collega-ondernemers die mij uitdaagden om eens na te denken, bijvoorbeeld over deze videoserie of over de aanpak of over het plan, dat er misschien een toegevoegde punten op mijn plan konden komen, enzovoort, enzovoort, bepaalde mij weer bij de gedachte dat wat bij mij past, het proces zit in de beweging. Dus mocht jij je afvragen of je wel genoeg talent, inzichten, passie, punten, boeken, trainingen hebt of hebt gehad om datgene te gaan doen wat je denkt te moeten gaan doen, dan is daar maar één antwoord op. Nee. Maar als je in plaats van je dat af te vragen en die antwoorden gaat zoeken of door anderen aan jou laat geven, van de bank afkomt en in beweging komt, dan merk je dat er in jou is opgeslagen heel veel wat van toegevoegde waarde is in het bereiken van je doel. Ik zeg met nadruk dus niet dat je zonder idee of zonder doel of zonder droom of zonder plan aan de slag moet gaan, maar dat het in beweging komen, wat ik bij mezelf heb gemerkt en ook bij heel veel anderen, de eerste waardevolle stap is om vervolgens te ontdekken wat je hebt, daarmee aan de slag te gaan, daarmee te gaan leren en daaraan toe te gaan voegen wat je merkt dat je nog tekort komt, moet ik zeggen. Heb je vragen over dit thema of over een andere video op mijn kanaal? Aarzel niet, stuur me een mail.